Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een mega grote shopblog met Naked, met Zara en met Chiquelle. En ik dacht, ik ga jullie lekker al deze pakketjes laten zien in deze video. Dus ik hoop dat je er zin in hebt. Als je heel veel zin hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de video. Sommige dingen heb ik wel opengemaakt, want de pakketjes liggen er al even. Maar ik wilde het toch eventjes aan jullie laten zien. Dus bijvoorbeeld, ik heb nieuwe schoenen, maar die heb ik echt al een tijdje. Namelijk nieuwe Nike Dunks. Dus ik heb ze al wel gedragen. Het zijn namelijk deze. Maar ik ben er alsnog echt super blij mee. Ik heb ze gekocht op Restocks. Ik wilde ze echt al heel lang. Ik was eigenlijk aan het wachten met de grijze en met witte. Maar die kwamen maar steeds niet. Dus ik dacht, ik neem gewoon de zwarte met witte. Dus dat zijn deze. En ze waren toen rond de €200 toen ik ze heb gekocht. En ik ben er echt super blij mee. Ze lopen lekker. En ik heb dus nu ook van die dingetjes gekocht die je hier kan doen. Zodat dit niet echt beschadigt. Dus dat zijn deze schoenen. Echt onwijs blij mee met deze. Dan heb ik bij Zara, bij Chiquelle en bij Naked iets gekocht. Bij Naked heb ik altijd kortingscode. Bij Chiquelle ook. Van Naked is de kortingscode denk ik Janette 20. Maar ik zal het eventjes in beeld zetten. En als eerste heb ik daar een topje. Eigenlijk een heel simpel zwart topje. En ik heb altijd een maandelijke samenwerking met Naked. En dan bestel ik altijd super leuke dingetjes. Het is gewoon een heel zwart, simpel topje. En ja, je ziet het niet heel goed. Maar ik zal er een foto bij plakken. Hij heeft hier dus een beetje een soort veetje. Ik zie er trouwens ook echt niet uit. Maar ik kon alleen de video nu filmen. Dus sorry daarvoor. Dus dat is deze met het veetje. Deze heb ik in een maatje S, denk ik. Ja, in een maatje S. En deze is ook helemaal niet duur. Maar ik vind het gewoon een fijne topjes. Gewoon leuk. Boven een broek. Helemaal top. Dus dat is deze. En dan ga ik nu even wat items erbij pakken. Als eerste heb ik echt mijn nieuwe lievelingsbroek. Ik had hiervoor een lievelingsbroek van Naked. Maar die was toen gescheurd. En nu heb ik dus, nou niet dezelfde. Maar het is ook een zwarte leren broek gekocht op Naked. En ik vind de broek echt zo fijn. En het is echt gewoon toplengte. Hij zit lekker. Hij stretcht gewoon. Het is echt een mega mooie leren broek. Ik heb hem in een maatje 38. En ik heb hem echt al super veel aangehad. Want het is gewoon een topbroek. Hij heeft knopen. En de achterkant heeft hij zakken. Aan de voorkant ook. En hij loopt dus wel gewoon straight leg uit. En zeker met die nieuwe schoenen vind ik ze echt top. Het ziet er super leuk uit. Gewoon mooi. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dus dat is deze nieuwe broek van Naked. Dan heb ik nog wat dingetjes van Naked. Heb ik even aan de hanger gedaan. Namelijk als eerste heb ik deze trui. Deze trui vind ik zo leuk. Boven een leer broek. Een beige broekje wilde ik zeggen. Of een lange beige broek. Ik hou heel erg van dit. Ik vind het gewoon heel schattig. Ik heb hem in een maatje XS. Ik had wel liever een maatje groter gewild. Maar dat was het enige die ze nog hadden. Ze hebben hem ook met lichtblauw en donkerblauw volgens mij. Ja. Maar ik ben echt verliefd hierop. Dus deze is in een maatje XS. En dat is dus deze trui. Echt helemaal top. Dus hier ben ik echt super blij mee. Dan heb ik nog een hele leuke trui van Naked. I love it. Namelijk deze blauwe trui. En ik vind deze kleur echt prachtig. Ik had deze kleur eigenlijk nog niet echt in mijn kast hangen. En dit was in een samenwerking met... Dat is mijn andere collectie. Ik weet alleen niet welke. Ik zie dat kaartje niet hangen. Ik heb hem in een maatje XXSXS. Dus hij, het is een oversized model. Maar doordat ik deze maat heb besteld is hij niet super erg oversized. Maar wel gewoon leuk. Ik had hem liever dus een maatje groter gewild. Maar hetzelfde bij die andere trui. Was dat hij dus niet meer op voorraad was. En ik vond hem wel echt super leuk. Dus ik heb hem maar gewoon genomen. Echt een hele fijne trui. Ik heb hem ook al voor een foto heb ik hem al aangedaan. Dus die zal ik eventjes in beeld plaatsen. Echt een top trui. Dus als je nog een lekkere trui zoekt, moet je die kopen. Het is wel vandaag 20 graden, maar ja, alsnog. En dan heb ik echt nog een superleuk ding van Naked. Ik draag namelijk altijd deze zwarte blazer. Nou, altijd. Heel vaak. En daarbij ook de bijpassende pantalon. Ook van Naked. Echt een top, top, top pak. Wel duur. Alleen, ja, de witte kon natuurlijk dan ook echt niet ontbreken. Dus ik heb de blazer ook in het wit gekozen. En ik vind hem echt fantastisch. Hij zit lekker, gewoon, ja, gewoon echt top. Dus dat is deze. Echt heel erg leuk. Ik heb deze in een maatje 36. En ik dacht zeker voor de zomer, een zwarte blazer vind ik nu heel erg leuk. Maar voor de zomer, lente, vind ik een witte blazer ook echt heel leuk. Dus nu heb ik de zwarte en de witte en ik ben er echt onwijs blij mee.
Dus dat is deze. Volgens mij waren dat de dingen van Naked. En dan heb ik ook nog dingen van Chiquel. En dan heb ik ook weer een kortingscode voor jullie. Even kijken. Voor Chiquel zit er dus één topje zit dus in de was. Echt heel stom. Die vond ik eigenlijk het allerleukst. Dus die kan ik nu eventjes niet laten zien. Ik zal wel even een foto en beeld plaatsen. Het is echt een top uitgaanstopje. Want hij is lekker luchtig. En hij ziet er gewoon heel erg leuk uit. Dus daar ben ik echt onwijs blij mee. Maar ik had ook nog dit hele leuke rokje van Chiquel. Deze. En ik had hem in een maat M besteld, maar ik kreeg een S. Maar hij is dus echt heel erg stretch. Dus ik pas hem wel. En ik had er dus een hele leuke zwarte trui op gedaan met passen. En toen vond ik hem echt super leuk. Ik heb dit namelijk al een keer eerder gefilmd. En toen ben ik dus... Nou, ik had het voordat ik naar Bonaire ging, had ik het gefilmd. En toen ben ik vergeten het van mijn camera op te slaan. Dus nu is het verwijderd. Echt stom. Dus ik moet dit even opnieuw filmen. Deze items. Niet heel erg, maar wel jammer. Daardoor had ik ook eerst het witte topje wel. Dus dat is deze. En ja, gewoon een heel leuk rokje. Je kan hem ook gewoon natuurlijk in de lente dragen. Maar ook in de winter met een panty en dan een zwarte trui erover. Hoe ik hem dus had gecombineerd. En ja, ik had dit eigenlijk nog helemaal niet. Maar het is dus echt zo'n elastieke, strak rokje. Dan had ik nog een jurkje. Deze vind ik wel iets minder leuk dan ik had verwacht. Maar hij is wel heel erg handig voor stage. Want met stage sta ik natuurlijk voor de klas. En dan heb je altijd wat nettere jurken nodig. Gewoon wat langer, langere mouwen, geen gekke dingetjes. En toen zag ik deze. En groen is echt mijn lievelingskleur. Maar ik vond deze bloemetjes wel ietsje minder. Want ik lijk er een klein beetje een boerinnetje in. Maar de V is echt perfect. Want je kan dit ook zo nog omhoog knopen. Dus je kan hem zo dicht doen. En hij heeft dus een beetje gewoon, ja, mouwen tot ongeveer hier. Dus dat is ook heel fijn. En dan is hij ook super lang. Echt helemaal tot de grond. Dus dan kan je er leuk slippertjes onder doen. Hij is heel erg, ja, fijne stof. Dus het is wel gewoon echt een luchtig jurkje. En fijn dus voor, ja, voor de klas. Maar ik zou het niet echt in mijn vrije tijd aan doen. Dan vind ik hem niet heel erg leuk. Maar ja, het is wel gewoon echt een prima jurk. Stof is leuk. Dus als je van dit printje houdt, zou ik hem zeker bestellen. Misschien hebben ze hem ook nog wel een andere printje. Heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Maar het is gewoon niet helemaal mijn smaak of zo. Dus dat. En dan heb ik nog één heel leuk ander jurkje. En dat is namelijk dit jurkje. Hij ziet er nu heel klein uit. Maar ik vind de kleur als eerst echt prachtig. Bruin vind ik echt heel erg mooi. En dit jurkje heb ik in een maatje M. En het is dus een beetje zo'n... Ja, hij komt boven mijn knieën. En dan heeft hij hier een beetje van dat gedrapeerde effect, als je dat zo noemt. Met knoopjes. En daardoor zie je ook niet echt alles zitten. Maar is het gewoon mooi gevormd. Dus dat vind ik wel heel fijn aan dit jurkje. Dus dat is dit jurkje. Die ga ik zeker... Ja, eigenlijk kan je hem nu best wel goed aandoen. Want nu is het 20 graden buiten. Alleen, ik vind dit dan toch echt meer voor of zo naar een feestje of zo. Ik weet niet wanneer ik dit aan moet doen. Zo stom. Maar het is echt een heel leuk jurkje. Je kan hem dus ook nog verder omhoog doen. De knoopjes verstellen. En ja, is gewoon top. Lekker stretchy ook. Zo, kijken van welke stof die is gemaakt. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd bij die andere jurk. Even kijken. Oh, het is wel gewoon van polyester gemaakt. Dat had ik niet verwacht. Maar het is dus wel van polyester. En dan had ik ook nog van de Zara. Ik had eigenlijk nog zoveel meer items. Maar het is zoveel geworden en ik heb het niet meer bijgehouden. Dus ik dacht, ik laat jullie dit gewoon zien en dan is het wel weer genoeg. Ik had namelijk een tijd geleden, toen echt het jasje net uitkwam, dit jasje besteld. En toen twijfelde ik en toen had ik hem weggestuurd. Toen dacht ik, nee, ik wil hem eigenlijk toch hebben. Dus ik heb hem nu gewoon weer besteld. En ik ga hem nu niet meer terugsturen. Ik moet hem even openmaken. Dus, het is namelijk een leren jasje. Gewoon top voor dit weer. Zeg ik het weer, maar het is wel echt zo. Zara is altijd zo mooi ingepakt. Is namelijk dit leren jasje. Ik vind hem echt super leuk. Ik heb hem in een maatje S en hij is dus 60 euro. En hij heeft dus hieronder, het is echt helemaal zwaar. Hieronder heeft hij dus dan zo'n gesp. Of hoe noem je dat? Een soort riempje. Ik doe hem wel eventjes aan, dan kan ik hem even laten zien. En ik had dus nog geen leren jasje. Het is echt heel erg.
dan heb je dus lekker... Het is een beetje een oversized model. Maar dat vind ik dus echt heel leuk daaraan. En dan heb je hier die riem. En hij is dus ook niet te kort. Het is echt perfect qua lengte. Dus ze noemen het wel oversized. Maar ik denk dat een S is, vind ik ook wel een beetje een S. Dus dat is deze. Echt super leuk. Ben ik echt onwijs blij mee. Dus dat is mijn nieuwe leren jasje. Dit waren ook even de items die ik jullie wilde laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik had dus niet super veel tijd om dit te filmen. En ik wilde het toch even online hebben. Dus ik hoop niet dat jullie het erg vinden. Doe zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!